ben gaan vertonen. En de erkenning die ik hier naar op zoek was, die ik niet kreeg, kreeg ik hier in één keer wel. Gek, hè? Weet je wat zo mooi is? Dat blijkt dat je gedachten je gevoel bepalen en daardoor je gedrag beïnvloed wordt. En als je dat nou weet, en bij jezelf, dan is het ook leuk als je dat bij een ander kunt doen. Ik zal je één klein voorbeeldje geven. Wij hebben één dochter. En misschien is dit wel herkenbaar ook voor een aantal vaders. Ze was 15 en toen kwam ze al met een vriendje thuis. Nou goed. In ieder geval, die gozer die komt op de vrijdag voor onze dochters examen bij ons thuis. En zegt tegen mijn dochter, Svenja, ik weet niet of ik nog van jou hou. Ik heb een weekje bedenktijd nodig. Ik was gelukkig thuis. Zo, de knikker, ze komt in tranen naar me toe. Zeg, pap, kan je dat toch doen?